Ja, beste kijkers, ik sta hier op de markt samen met Peter Soks en Hans Brouwers. Ze hebben hier gisteravond een aantal bomen op de markt geplaatst. Peter, waarom deze bomen? Ja, waarom de bomen? Ik denk de vraag is, wat kunnen we doen om de stad te vergroenen? En ik denk met de ondernemers van Roermond, groene ondernemers, andere ondernemers, hebben we laten zien dat we in 2 weken tijd een fantastisch wandelend bos voor Roermond neer kunnen zetten. Zoals iedereen weet is groen belangrijk voor iedereen, voor het leven, de klimaatsverandering. Ja, en op deze manier laten we met elkaar zien en hopen we het kunnen aan te jagen dat de stad snel gaat vergroenen. Ja, ik ben gisteravond aanwezig geweest bij de opbouw. We zijn ook aanwezig geweest bij de voorbereidende werkzaamheden. Laten we daar heel even naar gaan kijken. Jullie zijn ook onderdeel van de actie. En wat doen jullie precies? Goedemiddag. Ja, wij zijn houtbouwer in omgeving Roermond. En wij maken het onderdeel de boombakken voor zeg maar waar de bomen in komen te staan. Dus die zijn wij nu in het fabriceren, zodat deze op tijd klaar zijn om de bomen erin te kunnen planten. Zodat ze dadelijk ook op tijd zeg maar, op de locatie terecht kunnen komen. En wat was voor jullie de reden om aan deze actie mee te doen? Nou, allereerst vinden wij het echt een ludieke actie. Dus we zijn erg blij dat de lokale ondernemers van Roermond initiatief tonen. En ook vooral doorpakken. Want ik moet zeggen, alle ondernemers die daarbij betrokken zijn, die dragen echt heel actief een steentje bij. En nou ja, goed, in het kader van duurzaamheid en toch de natuur richting de stad halen, vond ik dit gewoon een geweldige onderneming om mee deel te nemen. Dus wij hebben eigenlijk direct ja gezegd en ook actief bijgedragen om die boombakken ook op tijd klaar te krijgen. Bij me komen staan zijn Roel Nissen en Theo Polmans, zijn boomverzorger, hovenier en boomkweker. Roel, waarom sta jij achter deze actie? Ja, ik vind het een goed initiatief om dit in de gemeente Roermond te mogen meemaken. Het draagt bij aan verduurzaming en de vergroening van de stad. Zoveel leegstand in de stad. Dus ja, wij proberen hiermee toch een signaal af te geven richting de gemeente. Dat het toch kan, en zeker met lokale partijen. We hebben een aantal hoveniers benaderd die wat bereid waren om samen te werken. Koks, Timmermans en Boes Heide. En ik zelf, als namens Nissen. Dus ja, prima samenwerking en we hopen dat dat goed wordt ontvangen. Wat was jouw bijdrage aan deze actie? Mijn bijdrage is min of meer, we hebben gecoördineerd welke bomenkeuze dat we gingen toepassen in samenspraak met de boomkweker. En de partijen hebben we bij elkaar gevoegd, dus de hoveniers samengepakt. En dat met elkaar afgesproken wie wat ging doen in de voorbereiding. Hier een aantal prachtige bomen achter je staan. Hoe ben je tot de bomenkeuze gekomen van deze bomen? We zijn inderdaad een beetje gaan kijken naar het inheemse eerste gedeelte, wat dus eigenlijk inderdaad hier in Nederland en het westen van Europa groeit. En dan kom je dus inderdaad op de bladhoudende beuk uit, de fagus, de haagbeuk, Carpinus betulus, de vliegdaan, Pinus sylvestris. En dan hebben we nog een beetje een inheemse exoot gekozen en dat is eigenlijk de Sequoia dendron. En de laatste twee, de Sequoia dendron en de pinus, die zorgen nou eigenlijk rond deze tijd van het jaar dat je al wat groens eigenlijk kan aanbieden. En dat heb je dus met de beuk en de haagbeuk nog niet. Die beginnen nou over 3 weken eigenlijk pas een beetje uit te lopen. Dus dat je toch al een klein beetje effect hebt van een bos te creëren. Dus dat is eigenlijk een beetje de keuze die we daarvoor gemaakt hebben. Ja, ja, ja. Ja, dan hoop je natuurlijk dat de gemeente Roermond over stag gaat en dat jouw bomen op die markt mogen blijven staan, of niet? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als dat zou kunnen. Dus dat die inderdaad eigenlijk het hele jaar door kunnen blijven staan. Misschien volgend jaar ook nog. Dus, ja. Misschien ook wel definitief? Misschien definitief. Misschien definitief. Dat zou heel mooi zijn. Dus. Ik zie in de glimlach op je gezicht, ik denk van toen ze je benaderden, was je gelijk enthousiast? Ik heb er geen moment over getwijfeld. Dus ik vind het sowieso, het is gewoon een prestigeproject. Er moet meer groen komen en met name ook dat de mensen zelf nou in de gaten hebben dat eigenlijk zonder bomen kunnen we niet leven. Dus zonder groen is er geen leven. Als er geen zuurstof gemaakt wordt, dan houdt het gewoon op. En dat moeten mensen steeds meer gaan beseffen. Dus, en dat kunnen wij hiermee eigenlijk denk ik wel al een kleine start mee maken. Ja. Waarom verleen jij je steun aan deze actie? Nou, ik vind het gewoon op zich een hartstikke mooi initiatief dat we iets aan voor de gemeente kunnen doen. En dat we als goed ondernemers in Roermond de krachten kunnen verenigen. En dan op een hele korte tijd iets kunnen betekenen voor de stad.
En ja, die samenwerking, en zeker op het gebied van een stukje vergroening, dat willen wij als Moerenmachines natuurlijk hartstikke ondersteunen. En wat is jouw bijdrage in deze actie? Nou, zowel als voorbereidend met het uitzoeken van de materialen, dus met de bomen bijvoorbeeld, een stuk transport. Ja, nou het helpen met het planten nu en dadelijk ook zorgen dat het op een plek in de stad komt te staan. Ja, daar dragen wij als bedrijf ons steentje aan bij. Hans, we hoorden net in de beelden aan de ondernemers. Die waren zeer snel enthousiast over dit project. Had je dat verwacht dat men zo snel enthousiast was? Nou, ik moet zeggen, op het moment dat we bij elkaar kwamen die maandag, die vergeet ik mijn hele leven niet meer. Dat was zo imposant. Iedereen binnen anderhalf uur deed mee. En als je dan ziet die twee weken daarna, wat een appgroep, daar ging het van het een naar het ander en dat volgde perfect op elkaar op. En kijk, als je dan die saamhorigheid hebt, dan krijg je zo'n project zoals dit. Was wat voor u de drijfveer om daar aan mee te doen? Ja, weet ik niet. Wim vraagt mij altijd. En we hebben al eens een keer een ijsbaan hier neergelegd, daar was Peter ook bij. En dat gebeurde ook op dezelfde manier. En nu was dat weer zo. Maar dit vond ik echt heel erg indrukwekkend, omdat ja, zoveel verschillende ondernemers eraan deel hebben genomen. Die dus allemaal meteen klaar stonden om dat project te laten slagen. En vooral niet vergeten, enorme kwaliteit. En Peter, ik hoorde dat je vanmorgen vroeg al gebeld werd door Rens. Rens Evers, wethouder. Wat vond hij daarvan? Nou, ik denk dat, laten we het anders zeggen, de gemeente Roermond, denk ik dat kan toejuichen dat ondernemers zich inzetten voor het groen. En Rens is een van de wethouders die actief is om de stad te vergroenen. Daar hebben we ook al een gesprek een keer voorheen mee gehad. En de drijf zit daar zeker in. Alleen de wegen die zij moeten bewandelen zijn veel langer dan ondernemers bewandelen. Wij gaan gewoon het proberen en wij doen het. Meneer Van Rij, ik zie u genieten hier van die boom. Ja, ik vind het een geweldig particulier initiatief. Doet me direct denken, omdat ik een aantal bekende namen zie staan van de initiatiefnemers die ook de ijsbaan hebben gedaan. En dit is natuurlijk geweldige Roermond-promotie. Wandelend bos in Roermond. Nou, heel groot compliment voor degenen die dat allemaal hebben bedacht. Ja, zoals mij door is gekomen, is het hier zonder enige aanvraag van vergunning of wat nog gewoon poef-paaf neergezet. Hoe denkt u daarover? Nou, een vergroening van de binnenstad, daar kan toch niemand op tegen zijn. En zeker niet als het op meerdere locaties gaat. Dus iedereen moet dit initiatief heel groot omarmen. Dus als u dit hier nou ziet, is het dan voor u een prikkel om dat in die raadskamer hier achter ons aan te kaarten om zoiets blijvends te maken in Roermond? Nou, er zijn een hoop andere mensen mee bezig natuurlijk, maar allemaal goed na te denken. Maar ik vind dit een geweldig initiatief. Een goed voorbeeld voor ook de particulieren om hun voortuintjes meer te vergroenen en dergelijke. Dus ik zie uit naar heel veel andere initiatieven dan. Ja, precies. Ik heb hier ook Jos van Rijk tegen het lijf aangelopen. Hij vond het een prachtig burgerinitiatief. En dan vroeg ik hem of het voor hem een prikkel was om dat in de raad duidelijk te maken dat zoiets een blijvend iets moet worden in Roermond. En hij stond er heel positief tegenover. Geeft het u dan ook hoop dat het een blijvend iets wordt? Ik ben ervan overtuigd dat dit heel veel draagvlak gaat krijgen. En dat het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen ziet dat we dit gewoon moeten doen met hoofdletters. Dat zou mijn idee zijn. En ik denk dat de mensen die het nu echt daadwerkelijk in de lijf ervaren, dat die gewoon zeggen als je dit weg zou halen, dat is geen goede zaak. En Peter, de soort bomen die hier staan, ik zie hier verschillende soorten dennen staan, ik zie een beuk, ik ken niet alle soorten bomen, maar zijn die specifiek op soort gekozen of wou je gewoon een bepaalde diversiteit? Nou, wat voor ons belangrijk was, is dat de ondernemers van Roermond dit omarmen. Kijk, we hebben de gemeente die omarmt het groen ook. Daar zijn we van overtuigd dat die daar energie in gaan steken om versneld die stad te vergroenen. Wat voor iedereen nodig is. Maar met name we willen de ondernemers uit Roermond dat die zich hier dat die de actie ondernomen. En in boomkweking Theo Polmans uit Zwalmen, die kweekt deze bomen in Zwamen. Dus hoe mooi was het om deze bomen hier neer te zetten. En hij heeft de collectie uitgezocht wat past in de stad en wat zich ook goed houdt in de stad van de zomer. Ja, super, ik hoop dat het inderdaad mag blijven. Ik wens jullie veel succes verder met deze actie en bedankt voor jullie reactie. Dankjewel. Dankjewel, hè.